Stan van Dijk, gefeliciteerd met het tekenen van je eerste profcontract. Ja, dankjewel. Een mooi moment. Ja, hoe vind je dat? Hoe voelt dat nou? Ja, het voelt natuurlijk geweldig. Daar heb je al die jaren naartoe gewerkt. En ja, het is een mooi moment. Alleen, je moet wel weer verder. En ik heb heel veel zin in het aankomende seizoen. En we gaan er tegenaan. Kun je jezelf even voorstellen? Wat ben je voor speler, Stan? Nou, ik ben Stan van Dijk. Ik ben een centrale verdediger. Wat langer. Sterk in de lucht. Ik mag soms nog wat agressiever worden. Maar ik steek daar ook veel van op van de wat meer ervaren spelers. Ja, dat is eigenlijk mijn speelstijl. Ja, want je komt uit de jeugdopleiding, hè? Hoe lang heb jij in de jeugdopleiding gezeten? Ik ben in de tweede jaar onder 17 ingestroomd. En dit wordt mijn vierde seizoen. Of ja, is mijn vierde seizoen. Volgend jaar mijn vijfde. En ik heb 3 jaar in de jeugd gezeten. Dus, Hoe belangrijk zijn die jaren in de jeugd voor jou geweest? Ja, heel belangrijk. Want ik heb heel lang bij de amateurs gezeten. En ja, dan is het wel een hele stap. Maar die stap is wel op het juiste moment gezet, denk ik. En heel belangrijk, want je traint iedere dag. En je bent iedere dag bezig met wat je wil bereiken. Dus, zijn dat de grootste verschillen ten opzichte van bij Venray bijvoorbeeld in de jeugdspelen? De frequentie? Ja, dat denk ik wel. En je kan hier voor jezelf ook nog aan de slag na trainingen. Het is veel serieuzer allemaal. Natuurlijk moet je ook lol hebben in wat je doet. En soms een keer met de jongens wat gaan doen. Maar ja, dat is natuurlijk wel het belangrijkste. De aantal trainingen en de hoeveelheid inderdaad. Ja, wat is je persoonlijke doel hier? Mijn doel is om hier te gaan slagen. Ik hoop aankomend seizoen zoveel mogelijk speelminuten te gaan maken. En ja, ik ga gewoon vol voor mijn kans om een plek af te dwingen aankomend seizoen. En wat is je ultieme droom? Ja, mijn droom is hier doorbreken en dan een stap naar PSV maken. Dat is mijn favoriete club. En dan naar Barcelona, dat is mijn favoriete club in het buitenland en PSV in Nederland. Dus, Je hebt je route al uitgestippeld. Ja, als het ware wel. Als het zou kunnen, zou mooi zijn. Ik ga er alles voor doen, maar ja, we zullen het zien. Want eerst VVV, wil je nog iets tegen de supporters zeggen? Ja, dat ik heel veel zin heb in het aankomende seizoen. En dat we elkaar snel gaan zien hopelijk. En dat we weer snel met supporters mogen gaan spelen. Stan, heel veel succes. Ja, dankjewel.